Circulair bouwen. We horen het steeds vaker binnen ons vakgebied. Maar wat is circulair bouwen nu eigenlijk? We hebben het altijd over het scheiden van afval, het bouwen van huizen met hout, maar wat nog meer? Ik loop hier naast Thijs Huismans. Thijs, wat is nou eigenlijk circulair bouwen? Bij circulair bouwen willen we de impact van het materiaalgebruik in onze projecten terugdringen. Enerzijds willen we materialen oneindig in de kringloop houden, door middel van hergebruik van materialen. En anderzijds willen we de milieulast terugdringen van de materialen die we nu gebruiken. We gaan in gesprek met Adrie. Wat heeft Heijmans hier op het gebied van circulariteit gedaan? We hebben hier een grote sanering uitgevoerd. En vanuit die sanering komen natuurlijk enorme grote hoeveelheden materialen vrij. Denk bijvoorbeeld aan 100.000 ton asfalt. Nou, het gaat snel over meer dan 100.000 ton betongranulaat wat vrijkomt uit vier bunkers die hier hebben gestaan. Nou, kilometers aan betonnen rioleringsleidingen. De vraag is van hoe kunnen we daar weer zo circulair mogelijk mee omgaan. Dit museum heeft een hele belangrijke historie en we hebben hier materialen intact gelaten die dat verhaal nog steeds vertellen. Nou, wat je dan creëert is een gebouw waarbij de tijd eigenlijk bepalend wordt voor de architectuur van een gebouw. En dat is wel een van mijn stellingen, is dat we een gebouw moeten neerzetten waarbij de tijd eigenlijk kan bepalen hoe het gebouw eruit ziet. Waarbij de tijd eigenlijk de architect wordt van het gebouw. Dus Heijmans heeft hier nieuwe materialen toegevoegd om het gebouw weer eigentijds te maken en zorgen dat het weer functioneert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de materiaalstroom beton, we hebben verschillende projecten waarin we kijken hoe we beton ook hoogwaardiger kunnen hergebruiken. Hoe we dat beton weer kunnen terugbrengen naar het grondstofniveau en van die grondstoffen ook weer hoogwaardig beton kunnen maken. Hoe zie jij het circulair bouwen ook toepasbaar op onze andere projecten? De gebouwen die we vroeger hebben neergezet, die hebben een vrij lange levensduur met relatief weinig veranderingen. En ik voorzie dat naar de toekomst toe gebouwen veel sneller moeten kunnen veranderen. En de rol van Heijmans is dan ook om voorbereid te zijn op zulke manieren van bouwen. En dat combineren met gezonde materialen, met lichte materialen, zorgt ervoor dat we zowel die milieu-impact terugdringen als de materialen in de kringloop houden. Wat kunnen wij als Heijmans nog meer betekenen als we het hebben over circulair bouwen? Als je allereerst intern kijkt, dat we een aanjagersrol hebben om te zorgen dat het in het DNA komt van onze mensen. Dus iedereen snapt wat circulariteit inhoudt. Aan de andere kant extern, dat we de verantwoordelijkheid ook in de keten neerleggen bij onze opdrachtgevers en bij onze leveranciers. En dat we zorgen dat dit thema gewoon serieus verder wordt gebracht. Jullie horen het. Het circulair bouwen is steeds meer van het hier en nu. Ook wij als Heijmans willen dit gaan verankeren in ons DNA. En daar hebben jullie hulp echt bij nodig.